u wel eens midden in de nacht wakker? Een nachtmerrie. Iemand zegt in uw hoofd, je hebt je diploma helemaal niet gehaald. Je bent geen jurist. Wordt u dan wakker en denkt, was ik nou wel of niet afgestudeerd? Kent u die droom? Nee. Sommige bestuurders krijgen die droom letterlijk als zij 's ochtends de krant openslaan en zien dat een medewerker van hen gelekt heeft en dus even een doekje heeft opengedaan over uw organisatie. De penningmeester deugt niet, er is fraude, het salaris van de directeur is te hoog. Dat soort berichten kunnen u allemaal overkomen als bestuurder, als directeur, als medewerker van een goed doel. Daar gaan wij het vanmiddag met u over hebben. Mensen onthouden gek genoeg vaker negatieve dingen dan positieve dingen. Dus ook in de gouden regel is als één iemand iets positiefs over je zegt, zullen er 10 mensen iets negatiefs over je zeggen. Heeft uw organisatie wel eens negatief in het nieuws gestaan? Eentje? Twee? Negatief op de social media afgeschilderd? 3? 4? 5? Ja, misschien weet u het ook nog niet, hè? Dus dat is ook al één element. Weet u überhaupt hoe er over u gesproken wordt? Dat is een heel belangrijk element als u bezig gaat met het geven van bekendheid aan uw werk. Het zorgen dat mensen uw organisatie vooral van uw organisatie gaan houden. Dus de medewerkers die, net zoals bijvoorbeeld, naar buiten gaan treden omdat ze zich zorgen maken, dat zijn vaak de meest betrokken medewerkers. Die vinden dat die organisatie moet voortbestaan, maar dat er iets aan orde moet komen wat niet deugt. Wat veel organisaties doen, is vervolgens die medewerkers neerslaan. Nee, ze horen met de directeur te gaan praten en het management. Dus de boodschapper hoort niet aangepakt te worden, maar degene die de boodschap veroorzaakt. Het derde heel belangrijk element is veiligheid voor medewerkers. Er zijn heel veel organisaties tegenwoordig een klokkenluidersregeling inschakelen. Maar veel belangrijker is dat medewerkers het gevoel hebben dat ze, als ze zich zorgen maken, dat ze terecht kunnen bij het management. Desnoods bij het vertrouwenspersoon en in het hoogste niveau bij het bestuur. Maar in een afwekencultuur hoort u dat soort signalen niet. Dan zult u zich ook moeten afvragen van waarom horen die signalen niet. Dan is er al iets mis als er geen medewerkers zijn die kritisch durven te zijn. De vonk, waarom heb ik mijn boek vonk genoemd? Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit elementen zijn die u voortdurend moet bewerkstelligen om te voorkomen dat u imagoschade leidt. Maar dat u zorgt dat u medewerkers hebt, vrijwilligers hebt, die gemotiveerd zijn, die het gevoel hebben dat er naar hun geluisterd wordt, die het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste elementen als je een organisatie leidt. En waarbij je met z'n allen met bezieling werkt, maar ook met enig realisme.